Je hoort natuurlijk nooit een wethouder spreekwoordelijk zeggen dat hij nu eens even lekker gaat uitpakken met goed onderhoud aan zijn theater. Nee, het moet altijd, hè? er wordt iets geschapen. Onderhoud is een beetje met ondergeschoven kindje toch uh, bij uh, eigenlijk al het beheer van, uh, van erfgoed. Uh, dat was een mooi thema wat ik hier tegenkwam uh, in de Dordogne, het uh, Château de Los, waar uh, Jan de Tweede van Los in zijn uh, kasteel de tekst die zich ongeveer laat vertalen als toen het af was begon het, liet bijtelen. En dat is voor meerdere interpretaties vatbaar, maar ik stel me voor dat dat ging over het onderhoud aan zijn kasteel. Ik zal heel even kort mezelf introduceren. Ik wil graag wat uitweiden over het project dat wij voor het waterschap Scheldestroom hebben gedaan, waar Maud het net al even kort iets over aanstipte, omdat dat iets zegt over nou, waar wij onze kennis vergaard hebben over dit, uh, dit onderwerp. Um, het is een beetje mijn stokpaardje, maar de monumentstatus van waterbouwkundig erfgoed, die wil ik toch ook even noemen hier. En dan ga ik daarna natuurlijk naar dat schade- en onderhoud- en subsidiemogelijkheden, ook even kort aan te stippen natuurlijk. Um, nou, over mezelf heel kort. Ik ben zelf bouwhistoricus en restauratieadviseur. We zijn een restauratie-architectenbureau, uh, maar we hebben wel een bijzondere specialisatie in uh, waterbouwkundig erfgoed ontwikkeld... Onder andere diverse gemalen gerestaureerd. Heel veel sluizen. Uh, maar we werken ook hier aan het Waterloopkundig Laboratorium in het Waterloopbos. Daar zijn we nog zeker al tien jaar mee bezig om daar, uh, dat uh, tot een goed einde te brengen. Um, dat is langzaam gewoon ingesleten eigenlijk. En dan, dan, dan ontwikkel je daar een beetje expertise in. En dan uh, kom je weer bij de volgende uh, terecht. Uh, zo ook voor het waterschap Scheldestromen. Um, we hebben voor het waterschap in een periode van ongeveer tien jaar... Heel uitgebreid onderzoek gedaan naar al hun sluizen en duikers in het waterschap. En de aanleiding voor dat onderzoek was eigenlijk dit persberichtje op de website van uh, het waterschap. In 2011 is dit geweest, waarin werd aangekondigd dat er 40 duikers en sluizen in het waterschap in de zak van Beveland werden vervangen. En er was één iemand binnen dat waterschap, daar werkte ik mee samen aan de restauratie van een klein gemaaltje, en die zei: Ja, maar wat is dat eigenlijk? Wat, wat zijn dat voor veertig dingen dan? En uh, die, die ging eens vragen aan de projectleider intern, van joh, hoe zit dat? En die zei, ja weet ik veel, uh, die zijn gewoon, ja, de, de kantonier zegt dat het slecht is en dat moet vervangen worden. En ja, maar wat, wat is dat dan? Weten we dan uh, wat ermee aan de hand is? Nee, dat wist niemand. En weten we dan wat het is eigenlijk? Waar kijken we naar? Is dat iets wat gisteren gebouwd is? is hoe oud is dat? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Nou, dat was inmiddels in opdracht gegeven, dat was in gang gezet, dus daar was niks meer aan te doen. Uh, maar dat was wel de trigger om uh, aan de slag te gaan om nou eens inzichtelijk te maken van wat er eigenlijk aan, aan erfgoed, hè, zonder dat label monument, maar binnen dat waterschap aan sluizen en duikers uh, aanwezig was. Uh, we hebben toen van het waterschap, uh, eigenlijk een beetje een persoonlijk titel van de dijkgraaf, die zich daar op een gegeven moment toch wel dat lot wel aantrok, uh, hebben we de opdracht gekregen om. In eerste instantie maar eens te beginnen met alles in kaart te brengen. Wat is er nou aan oude sluizen en duikers binnen dat waterschap? Dat bleek letterlijk twee keer zoveel te zijn als men dacht. Uh, heel veel objecten die hadden wel degelijke functie in het waterbeheer. Veel duikers dan weliswaar. Uh, maar die stonden niet eens op de kaart, die waren niet bekend bij het waterschap. Laat staan dus dat ze onderhouden werden. Uh, daar gebeurde dus helemaal niks aan. Uh, we hebben een, een inventarisatie gedaan om de bouwtechnische staat en de cultuurhistorische waarde van die dingen in kaart te brengen. En op basis daarvan om nou eens gericht te kunnen inzetten op uh, het onderhoud daarvan. Nou, dat waren dus zo'n 350 oude sluizen, duikers. Vaak hangt het er een beetje tussenin. Was het ooit een sluis, later een duiker? Of het was een duiker en is later verbouwd het sluis. Dat loopt helemaal door elkaar heen. We hebben gewoon fysiek onderzocht. Uh, methode ontwikkeld om ze allemaal in kaart te brengen, letterlijk en figuurlijk. Uh, we hebben ze op cultuurhistorische waarde hebben ze onderzocht. Dus bouwhistorische sporen, nou dat kan een, een gedenksteen zijn. Maar bijvoorbeeld ook. Namelijk nou gaan indrukken. Hier bouwhistorische sporen die iets zeggen over wat er iets gewijzigd is. En hier een duiker, maar er zit opeens een sponning in voor een afsluitmiddel. Nou, dat is dus een sluis geweest. Um, dat zegt iets over hoe oud dit nou is. Dat kun je op basis van die steensoorten kun je zien hoe oud het is. Steenformaten zeggen daar iets over. Materiaalgebruik, al dat soort dingen is in kaart gebracht. We hebben daarnaast gekeken naar de technische staat van al die objecten. Een soort van snelle methode ontwikkeld om met een paar kengetallen toch in ieder geval een, een, een basis voor een kostenraming te maken. Van wat kost het herstel van dit object nou eigenlijk? Nou, dat is voor al die objecten is dat uh, in beeld gebracht. Daarnaast een heel beknopt archiefonderzoek. Want op basis van oude kaarten kun je vaak al een behoorlijke indicatie krijgen voor hoe oud een object is. Die dingen komen gewoon voor op. Oude kaarten, die staan heel vaak aangeduid, want die waren heel belangrijk voor het waterbeheer. Dan staat er een DR of zo'n vakje. Oh, sorry, nou ga ik verkeerd. Hier, dit soort streepjes is een historische indicatie dat daar een duikertje zit. Of er staat DR en SL als het een sluisje is. Nou, dan weet je al van nou ja, dat heeft in ieder geval een historie die teruggaat tot 1857, vaak eerder nog wel. Nou, al dat soort informatie is samengevat in dit soort overzichtsschema's en uh, op basis daarvan heeft het Waterschap uh, een, een, een overzicht ontvangen, een, een visie opgesteld. Daar hebben ze bij geholpen ook om de omgang met het erfgoed wat ze in beheer hadden uh, vorm te geven. Uh, er bleek dat er binnen het Waterschap zo'n elf rijksmonumenten waren uh, en overig behoorlijk wat objecten die echt wel waarde hadden, cultuurhistorische historische waarde. Zonder dat daar een labeltje aan hing. Daarnaast waren die herstelkosten in beeld. En dat heeft geleid dat het waterschap op een gegeven moment een nou, beperkt budget, een half miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Met het doel om daar nou, 13 objecten van te gaan restaureren. Met nadrukkelijk nou, de boodschap, doe dat zo efficiënt mogelijk. Probeer dat ook een trigger te laten zijn om subsidies binnen te halen. Probeer daar zoveel mogelijk mee te doen. Daar zijn we een aardig eind mee gekomen. Wat heel erg opviel is dat er dus onder die 350 uh, objecten uh, waren 11 rijksmonumenten. Maar waren dat nou ook echt topmonumenten? Nee, echt totaal niet. Dat was eigenlijk de conclusie. Dat waren alleen maar objecten die uh, heel erg beeldbepalend waren. Of die behoorden bij een ander, groter object wat veel beeldbepalender was. Ja, dus een sluisje dat naast een heel groot gemaal lag. Of een duikertje dat onderdeel was van een landgoed. Maar eigenlijk nooit ...de sluis of de duiker op zich. Terwijl daar hele bijzondere typologieën tussen zaten... ...die echt wel waarde hadden. Maar dat, dat is niet in beeld gekomen. En dat is ook niet zo heel erg gek. Dat is dat verhaal over ja, de, de achtergesteldheid... ...van waterbouwkundig erfgoed in de monumentenlijsten. Uh, het aanwijzen van monumenten is niet bepaald gericht... ...op dit soort erfgoed. Uh, aanwijzing van monumenten voor 1990 ging sowieso nogal uh, ad hoc... Ik stel me een beetje voor dat daar de hoge heren door de straten liepen en dachten, oh, leuk geveltje, check, monument. Uh, niet helemaal waar, maar ik zit er ook niet heel ver vanaf, laat ik me vertellen. Uh, verder is, zijn de monumenten zoals ze nu geregistreerd zijn, is wel heel erg de geschiedenis van de macht ook. Hè? Dat zijn de patriciërswoningen in de steden, de kerken, de kastelen. Um, daarnaast ook nog veel natuurlijk, grote boerderijen, dingen die erg opvallen. Um, maar dit soort onopvallende objecten, waarvan de, de, de functie en de waarde niet in één klap duidelijk is, um, die ontbreken nogal. Um, en nou ja, de, de laatste fase van het aanwijzen van monumenten was het monumenteninventarisatieproject. Dat ging dan iets democratischer, zullen we maar zeggen. Dan werd dat bij de gemeentes ondergebracht. Die moesten zelf hun. Uh, erfgoed uit de periode 1850-1940 selecteren en voordragen bij de Rijksdienst. Uh, dus dan zou je denken: van nou dat is meer lokaal neergezet, dan, denk, dan komt daar wat meer uit nog. Maar ook dan zie je dat dat eigenlijk geen effect heeft. In de, de hele MIP-inventarisatie zaten 152.400 objecten die zijn onderzocht in heel Nederland, drie Zeelse sluizen erbij. En weer van die sluizen die bij een. Landgoed hoorden en nooit echt een, een sluis op zich eigenlijk. Uh, dus wat dat betreft hoor je heel vaak natuurlijk zeggen van ja, uh, als waterschap beperken wij ons tot onze primaire taken. We moeten restaureren wat een monument is, want dat is aangewezen en de rest heeft dus blijkbaar geen waarde, want daar is natuurlijk goed naar gekeken. Nee, <laughs> absoluut niet. Ja, ik dacht ik ga een quizelement invoegen hier vandaag. Um, om dat maar eens een beetje te illustreren eigenlijk. Ik heb hier uh, vier Zeeuwse uh, sluizen en duikers. En uh, ja, u mag zeggen uh, welke het Rijksmonument is. Ik wil graag handen zien. Uh, linksboven zien wij een hultje langs het kanaal door Walcheren. uit de 17e eeuw ongeveer. Mag ik? Nee, niemand? Oh, uh, uh, één, één, oké. Okay, ja. Uh, rechtsboven zien we de, de sluis van nummer één. Dat is de. de nou ja, in zuid vlaanderen uh, ook uh, de, de, de sluis die de naamgever is geweest voor het ontstaan van het dorp, nummer 1. Dus dat, uh, je zou zeggen, nou, ja? Ja, ja, dat moet hem zijn, hè? Ja, ja. Uh, rechtsonder zien we een uh, klein sluisje, uh, uitwateringssluisje op een, in een binnendijk, maar was ooit een zeedijk. Nee, dat heb je in Zeeland. Uh, in, uh, is, ja, ja, <laughs> ja, nummer 1 blijft nog... Uh, en linksonder zien we een, een uitwateringssluisje van een, uh, van een polder in uh, Zuid-Vlaanderen. Uh, iemand? Ja? ja, toch ook. Ja. Nee, nee, nummer 1 moet het zijn, uh, denken wij. Ja. <laughs> ja, nee, nee, ik hou het natuurlijk een beetje voor de gek. Het is uh, de Balvoorsluis, die laatste. Uh, dat is hem. Uh, en waarom is dit hem nou? Uh, nou ja, hier, dit is de redengevende beschrijving. Uh, dat de, de, de reden hè, waarom die als monument is aangewezen, die staat daarin. Het is een waterstaatkundig element van algemeen belang vanwege cultuurhistorische historische waarde oh, ja. Oh, ja. en gaafheid, en zeldzaamheid. Hij is nu gerestaureerd, ja dat wel. Maar ik kan u zeggen, gaafheid? Mwah, nee, het bepaalt niet. Hij schat uit de 18e eeuw en hij is in 1906 een keertje bij een stormvloed verwoest en helemaal opnieuw opgebouwd. En als er iets niet gaaf is, dan is het dan ding wel. Het vertelt wel het verhaal van die. Stormvloed, hè? dus dat is een andere zeldzaamheid. Er zit een, ja. zit een gedenksteen in, ja, dat is waar, maar ja, dat, dat, nou, die hebben we op meerdere plekken. Ja, hij heeft een naam natuurlijk, de Beaufortsluis. Nou, hij ligt eigenlijk aan een doorgaande weg en hij is zichtbaar. Dus daar is iemand langs gereden die heeft gedacht: oh, leuk, dat is. Uh, ja. Nou, hij is inmiddels inderdaad gerestaureerd. Dat is een van die dertien objecten. Uh, want het is een rijksmonument, dus dan heeft het waterschap ook gewoon een onderhoudsplicht. En daar geeft het waterschap schande. Uh, dit is de andere kant. Dit is de andere kant, ja. 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 Dat, de Beaufort was uh, de dijkgraaf op, dat, uh, op het moment van de stormvloed. Uh, dus bij de herbouw van de sluis. Sinds 1906. Uh, daarvoor had hij die naam niet. Dus bij de herbouw in 1906 heeft hij... Maar hij heeft nu nog... Nou, ja. De jonkheer de heeft hem geopend. De achterachterkleinzoon geloof ik van de, uh, van de dijkgraaf van toen. Hendrik. Ja. Dat... Uh, ja, inderdaad. Um, maar dan is hij dus uh, klaar. Hè? En ja, toen het af was, uh, toen begon het. Dat... Um, een andere sluis in datzelfde waterschap. Ook zelfs Vlaanderen. De Zwartenhoekse zeesluis. Het is volstrekt een binnengebied op dit moment bij Westdorpen. Het ligt heel ver van de zee af. Maar het was ooit een zeesluis. Helemaal in namens steen opgetrokken in natuursteen. Prachtig ding. Is in 2010 gerestaureerd. Um, maar hij heeft geen functie meer. En dat merk je toch wel een beetje terug. Want dan wordt dat ook weer vergeten al heel snel. En nou, dan ga ik een klein beetje naar het onderhoud. Van, voor het onderhoud is het zo belangrijk dat een object een functie heeft. Want anders wordt hij gewoon weer vergeten. Nou, in dit geval um, zei het waterschap in 2019. Het ding is tien jaar geleden gerestaureerd. Misschien ook een Rijksmonument, dus misschien moeten we daar toch eens wat aan het onderhoud gaan doen, want dan moet het. Hè? En nou ja, dan na tien jaar zo'n restauratie uh, was dit wat we aantroffen. In een van de latijen van de schildmuren zit in de, de kop een, een zwamaantasting. En er zitten acht van dat soort schildmuren in. En daarvan waren er zeven door zwam aangetast. Uh, nou waren we er daar dus op, op tijd bij. Hij is niet door, weggerot nog. Hij was nog niet ingestort. Dus in het kader van dat onderhoudsplan konden we dit nu herstellen. En is grotere vervolgschade tegengegaan. Maar het geeft wel aan dat ja, het begint zodra je wegloopt. Je moet het bijhouden. En daarbij is een functie echt van elementair belang. Want als dat geen functie meer heeft, dan komt er geen kantonier meer. Er is niemand die het ziet. Nou, dan ga ik even als bruggetje eigenlijk naar het, uh, naar het onderhoud. Um, even een wat technischer verhaal van maar wat, wat, waarom dat onderhoud nou? Wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zijn de grootste risico's die je hebt met waterbouwkundig erfgoed? Uh, dat zijn eigenlijk deze. Daar zal ik wat, uh, wat voorbeelden van laten zien. Uh, het achterstallig onderhoud, dat ontstaat eigenlijk gewoon heel vaak door corrosie. Ook een veel voorkomend probleem. Uh, allerlei roestende IJzeren bevestigingsmiddelen die helemaal geen functie meer hebben, corrosie met zeker zoutwater, gaat dat heel snel. Dat expandeert het materiaal en dat drukt gewoon het omliggende materiaal kapot. In dit geval uh, een dook waarmee het natuursteen op het metselwerk is bevestigd, tegen afschuiven. Nou, dat staal dat gaat roesten en op een gegeven moment knalt dan die natuursteen kapot. En dan krijg je dit soort uh, beelden, uh, maar ook in metselwerk komt dat uh, volop voor. Uh, een andere is uh, begroeiing. Hè. Op het moment dat er ergens ruimte ontstaat, wortelen de planten in en de druk van die wortels, die kan enorm worden. Net zo hard tot dat metselwerk gewoon weggedrukt wordt. Stenen die opgetild worden. Dit is uh, de Hunzingo sluis in uh, Zoutkamp. Uh, daar uh, hebben we een restauratieplan voor opgesteld. En nou ja, het hangt een beetje mee samen natuurlijk ook, maar dat gebreken aan afdekkingen. Uh, zodra er maar ergens water in kan rollagen, die losraken, metselwerk, voegwerk wat los staat. Als het maar open staat, als er water in kan komen, ja, dan komen er ook zaadjes in. Dat water dus spoelt mortels uit. Uh, en als je daar niet op ingrijpt, hè, dat, dat kan je twee, drie jaar laten zitten. Dat kan je vijf jaar laten zitten. Maar op een gegeven moment krijg je dan de, dat het water zo ver indringt dat het helemaal doordrongen is van vocht. Krijg je dan een keer een flinke vorst eroverheen. Dan vriest dat kapot, want het expandeert ook weer dan. En dan krijg je dat dit soort uh, scheuren ontstaan. Dus hier achter de plant zit een scheur, die loopt hierdoor helemaal daarheen. Dit is een plaatje van de bovvoorsluis die we net zagen. En die hele afdekking van die rollaag van die steun, van die, van die vleugelmuur, die is helemaal losgescheurd en naar beneden gezakt. Daar kan je je arm doorheen steken. Zo groot is dat geworden. En ook uh, ja, gewoon het materiaal zelf dat verweert, natuurlijk. Hè. Met vroegwerk gebeurt dat, uh, maar met natuursteen evenzeer. Uh, natuursteen, vaak hardsteen, wordt gebruikt bij dit soort uh, bouwwerken. Is een sedimentsgesteente, dus een stapeling van laagjes, van afzettingen. En daar zitten wel eens wat slechtere lagen tussen. Dat noemen ze steek. En als het materiaal dan gaat verweren, dan komt die, die slechte laag die komt dan op een gegeven moment los. En daar ontstaat een scheur. Dat kun je prima repareren, in heel veel gevallen. Uh, door die, die scheur gewoon dicht te zetten met een reparatiemortel. Doe je dat niet? Ja, dan op een gegeven moment valt daar gewoon een stuk weg. En dan is het uh, uh, aan einde oefening voor het materiaal. Dus ook gewoon zonde. Het kost ook veel meer om het tand te laten gaan. Je kunt het veel beter herstellen, dat kost bijna niks. En dan ben je, weer, uh, ben je het weer klaar. En dan begroeiing, uitsluiten van voeg, Nou ja, eigenlijk is dit plaatje, combineert het ongeveer allemaal. En die verwering die zie je ook heel veel in metselwerk, altijd op de waterlijn. Uh, daar ontstaat het meeste werking door ijsaanvaringen, botsingen met van alles en nog wat. Uh, uh, dat wisselen van nat worden en weer drogen, uh, dat is de plek waar de meeste schade ontstaat. Uh, dat is de varkensluis in Schiedam. En daar zie je dat het metselwerk daarboven al een keer vervangen is. Dat hebben ze dan wel gevoegd. Op de waterlijn was het wat ingewikkeld, daar kom je niet zo makkelijk bij. Dus hebben ze maar laten zitten. En die stenen die zijn er helemaal afgebrokkeld. Tot je op een gegeven moment enorme gaten krijgt en dan stort het gewoon letterlijk in. Uh, onder die waterlijn, mm, veel gore misvatting. Men denkt dan vaak dat dat onder de waterlijn heel erg slecht is. Maar over het algemeen is dat eigenlijk vrij goed. De Sassluis in Enkhuizen is uh, drooggezet voor uh, onderhoud uh, vrij recentelijk nog. En daar zie je eigenlijk dat de waterlijn uh, het slechtst is. Dat is deze lijn, daar is het voegwerk uitgespoeld. Boven de waterlijn hebben ze het voegwerk dus wel al een keertje vervangen ook. Maar wow, dat gaat, daar zitten wat slechte stukken tussen, maar onder die waterlijn die onderste strook die is puntgaaf. Zit daar sinds de bouw in 1825 al in. Mankeert helemaal niks aan. Andere bijzonderheid nog is dat het met die Je ziet dat het heel erg rood is. Dat klopt. Dat is een Amsterdamse cement of casius cement en dat werd gemaakt met terracotta als bindmiddel. Vandaar dat het een hele rode kleur is. Dat werd ontzettend veel gebruikt in sluizen in de 19e eeuw, eind 19e eeuw. Uh, bijna standaard, maar dat zie je nooit meer tegenwoordig. Is dus overal vervangen. Hier zit het gewoon nog allemaal in. Dus dan, ja, dat moet je wel even weten, want anders denk je: wil dat slijpen we eruit? Is niet belangrijk. Dus wel. Hm. Nou. Kun je nou alles voorkomen met onderhoud? Hè? Door, door, uh, nee, niet bepaald. Want ook uh, bij de bouw zijn er gewoon fouten gemaakt. Uh, vroeger uh, deed men soms ook wel eens gewoon maar wat. Uh, en dat is vaak met nieuwe materialen gebruiken. Zoals hier bij beton, waarbij er veel te weinig dekking is geweest op de wapening, uh, carbonatatie ontstaan. En bij deze balk, dit uh, is dan een brug, daar is de wapening volledig weggedrukt. En uh, het staal is ook bijna doorgeroest. Dus deze brug, daar zou ik niet meer overheen rijden. Uh, maar het is overigens bij dat sluisje wat vanmorgen al een keertje voorbij kwam bij Fort Vuren. En wat ook een heel veel terugkomend uh, probleem is, is dat kadermuren onvoldoende bestand zijn tegen de gronddruk. Uh, en ook dan in dit geval zie je dan dat de, de keermuur uh, met uh, een stuk van de, uh, de, de, de koker en al is weggedrukt van de sluiskoker af. Gewoon door de druk van de grond die daarop uh, ligt en die steeds verder wordt aangedrukt, natuurlijk ook. Dat... En nog niet zo'n grote zware als nu. Nee, nou ja, dat is inderdaad. Maar dat is eigenlijk meer een gewijzigde omstandigheden. Nou, in dit geval is dit een sluis waar ook niks overheen rijdt. Oh. Dit is gewoon een. Ja, dat is. Dat is <laughs> maar u heeft helemaal gelijk. Dat is het ander punt. Daar kom ik zo nog even op. Inderdaad, veranderingen in gebruik. Die zijn uh, heel talrijk. Ja, ja en uh, voor, qua fundering natuurlijk. Hè, men kon niet funderen tot dragende zandlagen. Dus het werd op, op kleef gefundeerd vaak. Uh, er werden ook wel eens palen gebruikt die gevoelig waren voor uh, bacteriële aantasting. Uh, de varkensluis in Schiedamweer, daar zie je echt duidelijk dat één kop van de kademuur helemaal wegzakt. Uh, daar zijn de palen uh, iets te ver uit elkaar gezet, iets te weinig. Uh, en, en dat is ingeklonken en die hele kademuur die scheurt daar uh, weg. Uh, ja, dat, dat, daar doe je verder weinig tegen. Dat zal toch gewoon vervangen moeten worden dan. Een ander punt is natuurlijk wel dat als er onderhouden wordt, doe het dan in Godesnaam goed. Want anders is het gewoon weggegooid geld. Het kost niks meer om het in één keer goed te doen. Uh, maar als je het niet goed doet, dan is het eigenlijk erger dan niks doen. En dat zie je heb heel veel gevallen uh, zie je dat terug met voegwerkherstel. Dat gaat zo verschrikkelijk vaak fout. Slijpen van voegen mag nooit. Je moet altijd hakken, nooit slijpen. Dan maak je die voegen helemaal glad. Daar hecht niks meer op. Uh, dus dat moet je nooit doen. Je moet uithakken. Dan heb je wat grovere uh, uh, randen. Dan heb je veel meer hechting. En als je dan gaat voegen, doe dat dan niet zoals hier met cement. Want die cement die is helemaal waterdicht. Die kan niet ademen. Die is veel te hard. Toen deze sluis gebouwd werd, toen was cement nog niet uitgevonden. Dat cement is veel, veel harder dan die kalkmortels waar ze toen mee werkten. Die waren flexibel en wat zachter. Die konden meebewegen dit niet, dit vocht het niet, er gaat vocht achter zitten, dat wordt opgesloten, dat vriest weer kapot en die voegt die knalt eruit en die neemt stukken van de steen mee en die ben eigenlijk, uh, nou dit is totaal onnodig geweest, dit had ook gewoon, uh, als je dit goed gedaan had, was dit niet opnieuw opgetreden. Dus, nou, ja, daar zijn hele belangrijke uh, uitgaven vanuit de Rijksdienst ook geïnitieerd, uh, de uitvoeringsrichtlijnen voor restauratie, de URLs. Die zijn allemaal te raadplegen online bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, ERM. Kun je alles precies vinden. Als je nou helemaal niks wil uitzoeken nog, je hebt geen zin om er adviseur bij te halen. Zeg dan in ieder geval tegen je aannemer, het moet uitgevoerd worden conform de richtlijnen. En verwijs hem naar die website. Daar staat eigenlijk alles op wat je als aannemer zou moeten weten. Je moet het toch wel kunnen, dat is weer iets anders. Maar... Nog beter is gewoon een hele goede aannemer die daar ervaring mee heeft. Dat uh, zou ik eigenlijk nog eerder aanbevelen. Ja, en dan hebben we nog allerlei ondeskundige aanpassingen. Uh, Waterschap Scheldenstromen, helaas, uh, is daar een heel mooi voorbeeld van. De, 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 de doorgang door de koker was niet uh, voldoende meer. En ze hebben gedacht: van nou, we zagen gewoon die hele bodem eruit. Ook de kespen die de fundering vormen, tussen uitgezaagd. Een halve rioolbuis daarin gegraven. Ja, dan heb je wel weer een diepere bodem, diepere watergang. Alleen ja, die kespen die, die hielden toch een soort van stabiliteit erin. Dus die muren zijn er binnen geklapt. En je ziet dus een horizontale scheur uh, dus de verkeerde, ontstaan in de zijmuur van de sluis. Over de hele lengte. Ja, deze sluis kun je, is, moet je opgeven. Die is gewoon niet meer te herstellen, helaas. Ja, en dan inderdaad de gewijzigde omstandigheden. Die uh, uh, noemde u wel even terecht inderdaad, maar ook een klein sluisje in Zeeland. Maar daar gaat uh, die boer met zijn trekker, die gaat daar twintig keer per dag overheen met zijn mest en zijn gieren en zijn suikerbieten. en die gaat er ook niet zachtjes overheen. Die, uh, die remt niet voor die sluis. Dus, uh, nou, deze is echt volledig kapot gedrukt. Dat is ook niet te handhaven. Dat is gewoon uh, klaar. Dus je kunt ook niet alles behouden. Ook een, een andere uh, gewijzigde omstandigheden. Dit is onder een autoweg, daar zitten gewoon verticale scheuren door verzakking door het gewicht. Je kunt dus niet alles behouden, maar wat je wel kunt behouden, moet in ieder geval goed onderhouden worden. En bij de Rijksmonumenten, ja, maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor een subsidie. Ik hoor heel vaak waterschappen zeggen dat het kost meer dan dat het oplevert. Nou, dat is per definitie niet het geval, want de kosten voor het opstellen van zo'n plan die zijn ook subsidiabel. En in mijn optiek heeft het vooral als meerwaarde dat je dan dus een goed plan hebt liggen, wat ook de trigger kan vormen om het in ieder geval één keer per twee jaar, al is het maar één keer per vijf jaar, even een keertje te herinspecteren, zodat je ziet wat er aan gebreken zijn. En dan kun je acteren, dan ben je op tijd om te voorkomen dat je de echte grote verval weer toelaat. En dat je dus om de vijftig jaar alleen maar aan het restaureren bent. Want dat is funest voor uh, waterbouwkundig erfgoed. Dat was mijn uh, bijdrage.